Hi iedereen, vandaag heb ik weer een hele leuke hackvideo voor jullie en dit keer gaan we het hebben over nagellak hacks. Dus wat zijn de handige tips en tricks die ik zelf toepas als ik nagellak aanbreng? Ik ga het jullie vandaag allemaal laten zien. De nagellak hacks die ik jullie vandaag ga laten zien voer ik uit met de Sally Hansen Miracle Gel nagellakken. Ik heb namelijk allemaal geweldige kleurtjes ontvangen die echt perfect zijn voor deze zomer. Oké, de allereerste hack die ik met jullie wil delen is vooral heel handig als de nagellakflesjes al wat ouder zijn. Wat ik wel eens heb meegemaakt is dat ik de flesjes gewoon totaal niet open krijg. Nou, wat is dan handig om te doen? Pak een elastiekje, het liefst een rubberen breed elastiekje. Maar als je die niet hebt, kan een smaller elastiekje ook heel goed werken. En wikkel deze om de dop van het flesje. Op deze manier creëer je meer druk en is de kans groter dat jij je flesje gewoon open krijgt, ook al zitten je heel erg vast. Nou, voordat je begint met je manicure of je pedicure is het aan te raden om wat azijn op een watje aan te brengen en dit over je nagels te halen. Dit zorgt er namelijk voor dat alle oliën eigenlijk worden weggehaald, waardoor je manicure of pedicure nog langer zou blijven zitten. Het lakken van je nagels is best een tijdrovend klusje, dus ik snap dat je zo snel mogelijk klaar wil zijn. Toch kan ik het zeker aanraden om allereerst een base coat aan te brengen en dan twee dunne laagjes kleur. En vervolgens een topcoat. Door twee dunne laagjes aan te brengen blijft je manicure veel langer zitten dan wanneer je gewoon één dikke laag aanbrengt. En het droogt ook veel sneller uiteindelijk dan één dikke laag. Dus de kans op chippen of dat er nog deukjes in komen is ook veel kleiner. Bovendien heeft deze Miracle Gel topcoat echt een prachtige glans. Je kent het wel, je hebt net je nagels mooi lang en dan in één van je nagels komt een scheur. Echt super balen, maar no worries. Je kunt heel makkelijk een theezakje gebruiken om je nagel te repareren. Knip een klein gedeelte uit je theezakje en lak dit met blanke lak op het scheurtje. En vervolgens lak je er gewoon je kleurlak overheen. En op deze manier is je nagel gerepareerd. Dit is natuurlijk tijdelijk, maar je kunt het zo laten totdat het langzaam is uitgegroeid. En dan kan je alles weer gewoon korter maken. Mocht jij een nail art gaan doen met je nagels, bijvoorbeeld een water marble of gaan sponsen, dan is het zeker aan te raden om liquid latex te gebruiken. Of als je dat niet hebt, een witte schoollijm, zoiets als Mod Podge. Breng dit aan op je vingers en langs je nagelranden, heel voorzichtig. En doe daarna je nail art ding. Vervolgens kun je de lijm of de liquid latex er zo van aftrekken en zijn je nagels meteen helemaal clean. Dan mocht er toch nog wat nagellak bij je nagelriemen terecht zijn gekomen, kun je dit heel makkelijk weghalen door een schuin afgesneden plat kwastje, dus zo'n kwastje wat je gebruikt voor je wenkbrauwen, eventjes te dippen in wat nagellak remover en dat langs je nagelriemen te halen. Wisten jullie dat je nagellak langer blijft zitten als je nagels goed verzorgt? Gebruik dan bijvoorbeeld dagelijks de Sally Hansen Cuticle Rehab voor je nagels en je nagelriemen. Want hoe beter jij je nagels en je nagelriemen verzorgt, hoe sterker ze zullen zijn en hoe harder. En daardoor blijft een manicure ook gewoon veel langer zitten. Deze hack geloofde ik zelf ook niet, totdat ik hem zelf had uitgeprobeerd, maar het is echt waar. Als je klaar bent met het lakken van je nagels, stop daarna je handen in een bak met ijswater. Dit is dus water waaraan ijsblokjes zijn toegevoegd. En hierna zal je merken dat je manicure gewoon super snel is uitgehard en opgedroogd. Ik denk echt dat het ongeveer iets van 3 minuten duurt. Dus dit is zeker de moeite waard om eens te proberen. Het komt wel eens voor dat je geen nagellak remover in huis hebt. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Nou, een slimme manier om dan toch nagellak te kunnen verwijderen is door er met blanke lak overheen te gaan. Bijvoorbeeld deze topcoat. En daarna kan je gewoon met een watje alles verwijderen. Misschien heeft het 2 keer nodig, maar het werkt echt. Dit is echt een hele leuke manier van nail art. Lak wat nagellak op een boterhamzakje en laat het goed opdrogen. Verwijder het daarna van het zakje en knip het bijvoorbeeld in verschillende vormpjes. En dit kun je dan gewoon aanbrengen op je nagels. Nog eventjes een topcoat eroverheen en je hebt echt een super leuke nail art. Nou, dat was het. Dat waren de hacks. Ik hoop dat jullie het leuk en handig vonden om te zien. Waarschijnlijk waren er een paar tips die je al kende, maar toch hoop ik dat ik jullie ook wat nieuwe tips heb kunnen geven. Als je door bent op nagellak en je houdt van hackvideo's, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!